Just, I felt so angry. Angry! Goedenavond, welkom bij Ter Zake. Als Open VLD MR niet wil lossen, dan praten we maar met Groen en Ecolo, besloten Paul Magnet en Bart De Wever. Tactische zet of oprechte opening. Dorian de Meus van La Libre Belgique komt naar de studio. En de Amerikaanse president wil de app TikTok verbieden in de VS, of toch uit handen van China halen. Wees je er vooral bewust van dat, dat een Chinees bedrijf die informatie van je verzamelt en dat er eventuele consequenties aan kunnen vastzitten als jij bijvoorbeeld dingen liked of deelt die zij niet leuk vinden. En door corona krijgen zelfs de koopjes klappen. De modesector van high tot fast probeert zichzelf opnieuw uit te vinden. Ik heb ook besloten van minder te solderen. Ik zeg nee, we moeten gaan naar items dat we zeggen die blijven tijdloos. En ze moeten meer bewust zijn van al wat er gaat moeten veranderen in onze wereld. Het is maandag 3 augustus, dit is Ter Zake. Morgen praten N-VA-voorzitter Bart De Wever en PS-voorzitter Magnet met Groen en Ecolo. Geen vanzelfsprekend overleg, maar het komt er nadat de opening naar Open VLD op obstakels botste. Vrijdag had N-VA-voorzitter Bart De Wever het in deze studio nog over de politieke bubbel van vijf, die, als het van hem afhing, zou uitgebreid worden met Open VLD om zo'n volwaardige regering te vormen. Alleen, Open VLD wil alleen samen met de Franstalige zusterpartij MR aan boord en stelt bovendien eigen voorwaarden. Bart Aerts. Bubbels van vijf zijn toegestaan en we hebben al een bubbel van vijf. Dat wil zeggen, er zijn wel vijf partijen die de nota hebben bekeken, die uiteraard niet met alles akkoord gaan, die uiteraard nog dingen willen inbrengen, maar waarvan je zo aanvoelt dat als je morgen met vijf rond die tafel gaat, dat je een paar weken later al, drukker op een paar weken later al, een regering hebt. Dan gaan we even concreet zijn, dan gaat het over PS, SPA, N-VA, CDH en CD&V, daar zegt u van, dat gaat goed. Dat is de bubbel van vijf, waarvan ik mijn hand in het vuur durf steken, dat er vertrouwen is tussen die mensen, die willen een regering maken, die hebben de tekst gezien. Dus de liberalen komen, moeten nog overhaald worden, u heeft minstens één partner nodig. Open VLD is bereid om mee te onderhandelen, maar doet dat enkel samen met de Franstalige liberalen van de MR. Dat laat Open VLD-voorzitter Egbert Lagaard vandaag weten. We werkten het afgelopen jaar al altijd mee aan oplossingen. Door onze laatste inspanningen kwam de PS zelfs effectief aan tafel om met de N-VA te praten. Nu moet de inhoud nog goed zitten. En dat is niet het geval met de tekst die N-VA en PS nu samen hebben opgesteld. Die hebben een antwoord gestuurd in de vorm van een eigen nota. Dat leest als een sprookje, dat is een verkiezingsprogramma. En dan denk ik, ja, oftewel ben je 500 dagen te laat met je verkiezingsprogramma, oftewel ben je een paar maanden te vroeg. Maar dat doe je niet op deze fase van de onderhandelingen. Uiterst precair. Er is een kaartenhuis tussen PS en N-VA gebouwd met sociale, economische vorming, institutionele vorming. Dat is een kaartenhuis. Daar ga je geen bowlingbal doorsmijten. Dat doe je gewoon niet. We zijn altijd constructief bij Open VLD en MR. We zijn aan het werk sinds al veel maanden. Mijn voorzitter, Georges-Louis Boucher, is altijd beschikbaar. C'est la dernière chance pour PSNVA. Si PSNVA sont incapables de s'entendre, nous ferons un gouvernement, soit sans l'un, soit sans l'autre, soit peut-être sans les deux, je ne sais pas. Il y a plein de configurations qui restent possibles. Mais en tous les cas, c'est fini de prendre le pays en otage. Le valet noir dans le jeu, comme on dit. Ja, als het fout loopt en je krijgt zo'n nota, dan moet je de vraag stellen in het Latijn, cui prodest. Wie heeft er nu voordeel bij dat iets niet lukt? Ja, dan gaan de verdenkingen uit naar natuurlijk degene die zeven ministers heeft in die regering, alleen bestuurt. En die dat misschien ook wel een heel prettige gedachte vindt, van dat zo te houden. En die verdenking is effectief redelijk unaniem gericht op meneer Boucher. Corona overheerst ons leven. En om die crisis te bestrijden, hebben we verantwoorde bestuurders nodig. Politici die mensen kunnen samenbrengen. Geen politici die anderen publiek afdreigen of schofferen en een oplossing zo nog verder wegbrengen. De groene partijen Groen en Ecolo gaan morgen langs bij de preformateurs Bart De Wever en Paul Magnet. Dat is ons door verschillende partijen bevestigd. N-VA-voorzitter De Wever en PS-voorzitter Magnet zullen aan de Groenen uitleg geven over hun startnota voor de vorming van een nieuwe regering.
En daar gaan we nog even op door met Dorian de Meus. Welkom, hoofdredacteur van La Libre Belgique. Wat denkt u dat roer omgooien naar groen en ecolo nu door de twee koninklijke opdrachthouders? Is dat voor de galerij, voor de vorm, of is dat geloofwaardig? Het is mogelijk, maar ik denk echt dat het eigenlijk meer voor de vorm is. Omdat vandaag PS en N-VA hebben een nota gekregen die te blauw is voor hen. Maar het is toch normaal, wanneer je onderhandelt voor een regeerakkoord, maar ook voor een staatshervorming, dat op een bepaald moment andere partijen die daarbij komen met hun eigen eisen komen. Ze gaan niet komen onmiddellijk met een compromis. Dus ik denk dat de eisen misschien te zwaar waren voor N-VA en voor de PS. En dan ze proberen een beetje druk te zetten om te kijken om misschien ook de liberale familie te verzwakken. Aha. We zullen eens kijken eventjes naar een uitspraak nog van Bart De Wever meer dan een jaar geleden, vlak voor de verkiezingen, over ecolo en groen. Als ik de programma's lees van ecolo en groen, dan negeert men dit soort economische wetmatigheden volledig. Dat is inderdaad het beeld. Ik mocht het niet zeggen, dus ik zal het nu onmiddellijk zeggen van de watermeloen. Het is groen in zijn verschijning. Het is bijzonder rood in zijn inhoud. Het is herverdelend op de verkeerde manier. Ja, ecolo, groen, een watermeloen. Het water is heel erg diep, hè, tussen N-VA en de Groene Partij. Hoe zit dat tussen PS en de Groene Partij? Zou het kunnen dat de PS dat wel ernstiger neemt dan N-VA op dit moment? Ik weet niet eigenlijk. We weten dat tussen N-VA en ecolo is er bijna niks mogelijk op economische vlak, op sociale vlak. Het zal heel moeilijk zijn. Dus Magnette is eigenlijk dicht van Nollet, maar ook van Javot, die een belangrijk personage is bij ecolo nog vandaag. En dus daar is misschien iets mogelijk om toch erbij te nemen. Nu, ecolo heeft misschien ook andere interesse in die in mogelijke afspraak. Wat er bijvoorbeeld zou kunnen gebeuren in Wallonië. Vandaag is ecolo met de PS en de MR in de Waalse regering. Maar wat zou kunnen gebeuren, is als we de MR vervangen door de CDH, zou eigenlijk ecolo sterker worden, onmisbaar, wat vandaag niet het geval is. En dus daar is ook misschien interessant voor de ecolo om een linkser programma te kunnen hebben in Wallonië, maar ook een sterkere positie. Ja, en dan dus zelfs de N-VA er op federaal niveau bijnemen of tenminste accepteren als partner. Ja, nu zijn het toch twee heel belangrijke punten. Hè. Vandaag hebben de twee voorzitters van ecolo geen mandaat om met N-VA te onderhandelen. Ze mogen natuurlijk gaan praten rond een tafel, maar ze hebben geen mandaat. Dat is heel duidelijk geweest een jaar geleden bij de federatieraad van ecolo, dat ze dat niet mogen doen. Dus indien ze het wel willen doen, moeten ze opnieuw naar de federatieraad gaan om een akkoord te hebben om te kunnen onderhandelen. En daar gaan we toch vragen, wat is er duidelijk op tafel? Zal dat tegen deze vrijdag mogelijk zijn? Het lijkt mij heel, heel moeilijk. Ja, dat wordt heel strak. En u zei in het begin, om daar even bij terug te komen, dat u dit vooral ziet als een manier om druk uit te oefenen op de liberale partijen. Daar komt het eigenlijk op neer. Hè? Gelooft u, of denkt u, van het is echt wel de bedoeling om de MR eraf te rijden, om het zo te zeggen? Of is daar nog een opening? Hoe diep is die kloof met de MR? Nee, ik denk dat de bedoeling is de MR een beetje te kalmeren. We hebben bij de MR een voorzitter, een jonge voorzitter, die heel vurig is, die heel veel lawaai maakt, die heel veel tweet, die zelf video's maakt. Ja, op TikTok, we nemen die er meteen even bij, dan zien we hem bezig. Dit is een communicatie op TikTok van Georges-Louis Boucher. Het is toch een heel speciale communicatie. Dit weekend. Dit weekend, wanneer er veel dingen is gebeurd. Hij heeft zo verschillende gedaan. Een challenge, hè? Ja, en ik weet dat het moeilijk is voor de PS. Er is toch een rivaliteit, een persoonlijke rivaliteit, tussen twee henegouwers eigenlijk, tussen Paul Magnette, die van Charleroi komt, en Georges Boucher, die van Mons komt. Dus ze zijn alle twee jong, ze zijn alle twee boven de sterkste partijen van Wallonië, dus de PS en de MR. Dus daar is een soort van rivaliteit. Daarnaast weten we ook dat ze spelen ook met wat er intern gebeurt. Binnen de MR is er soms enkele moeilijkheden. Ik zeg wel enkele moeilijkheden. Het is niet erger dan dat. In de communicatie van Georges Boucher. Maar de positie van Boucher staat niet ter discussie in de partij? Of nee, absoluut. Vandaag niet. Hij is heel sterk. Hij is veel sterker dan sommigen dachten. Iedereen dacht, ja, hij zal nog onder de hand zijn van Charles Michel, van Willy Borsu, van Pierre-Yves Jolet. Dat is
totaal niet zo. Nu natuurlijk, als zij de federale coalitie verliest en dan zij weg moet van de Waalse regering en van de Franse gemeenschap, dan zal hij een zeker probleem hebben. Ja, en waarom zegt u dat laatst? Want daarnet verwees u ook al naar het inbreken van CDH in die Waalse en Franstalige regering. Hoe zou dat kunnen? Of wat maar daar... Wat wij wel horen is dat CDH niet zomaar in een regering zal komen. Ze zullen zeker een prijs op tafel zetten. En die prijs zou een mogelijke participatie zijn in de regering, in de Waalse regering of in het onderwijs, bijvoorbeeld de Franse gemeenschap. Dus dat is iets dat totaal mogelijk is. Er is ook mathematisch is het geen enkel probleem. Maar natuurlijk, het zal voor de MR een enorme klap zijn indien het zo gebeurt. En we weten dat Magnet niet tegen een klap is tegen Jean-Jacques Boucher. Ja, maar dan moet Open VLD-voorzitter Lagarde zijn zusterpartij wel loslaten. En voorlopig ziet het daar niet naar uit. Het is daarom dat ik het niet als geloofwaardig denk, maar dat het toch een mogelijkheid is. En ik denk dat dit ook vandaag zich een beetje speelt. Ja, maar 8 augustus is het moment waarop de twee opnieuw naar de koning gaan, Magnet en De Wever. Denkt u dat er tegen dan echt dat het spel uitgespeeld kan zijn tegen dan? Ik hoop en ik denk dat het eigenlijk duidelijker zal zijn. Nu, we gaan zien hoe het gebeurt morgen met de Ecolo. Als ze echt naar hun federatieraad teruggaan om te zeggen ja, wij willen echt onderhandelen. Indien ja, dan zal het misschien veel verder kunnen gaan. Maar allee, als we de kaarten zien op tafel, als we zien wat N-VA wil doen op socio-economische vlak, is het echt heel moeilijk zonder de liberalen. Want ik zie vandaag misschien wel de Bart De Wever een grote staatshervorming willen kunnen doen. Hij wil een trofee, dat is heel duidelijk. Dat hij dat wil, maar op socio-economische vlak, als hij de politiek van Ecolo op tafel wil zien en doen, ik denk dat tot de Vlaamse kant heel moeilijk zal zijn. Hij heeft toch gezegd op verschillende manieren en bewijzen, keren ook, dat Ecolo eigenlijk op socio-economisch vlak even vergelijkbaar was met de PTB. PPDA. Ja, hij heeft dat inderdaad gezegd. Tot slot... Wat kan MR over de streep trekken? Want we hoorden in de analyse van de politici in de reportage... Ja, het is comfortabel voor MR om nu te regeren met zoveel ministers. Waarom zouden zij in een andere soort coalitie stappen? Nee, ik denk echt dat dat zijn echt de mauvaise langue, zeggen we in Frans. Ik ken enkele ministers en natuurlijk ook Jean-Jacques Boucher. Nooit zeggen ze of denken ze dat zij in de federale regering willen blijven zitten om het aantal ministers. Natuurlijk, symbolisch is het heel goed voor Bart De Wever en voor Paul Magnet om daarop te spelen. Maar dat is gewoon... niet wat er gebeurt. Ze zijn veel meer verantwoordelijk. Ze weten dat we een nieuwe regering nodig hebben om bijvoorbeeld een relance te hebben, om een akkoord te hebben, een socio-economisch akkoord. We zijn hier voor een heel erge economische crisis. Mm-hmm. En de MR weet het meer dan andere partijen, zeker. Ja, dus er kan nog een en ander gebeuren. Wie weet, deze week. We wachten het met u af. Absoluut. De meest dank voor de komst. Dank u. Misschien hebt u er zich ook al eens aan gewaagd. Een grappig dansje of een uitdaging aangaan op TikTok, zoals zo net Georges-Louis Boucher. Hoe langer, hoe meer wagen ook politici en andere professionals zich op die populaire entertainment-app. Daar zit een miljoenen publiek klaar om veroverd te worden. De Amerikaanse president Trump vindt er niks leuk aan en wil de app, die in Chinese handen is, verbieden. China zou namelijk al te gemakkelijk toegang krijgen tot persoonlijke gegevens van westerse gebruikers. Bram van de Put. Maak kennis met TikTok, een sociaal netwerk vol met dit soort filmpjes. Goed voor 2 miljard downloads en 800 miljoen maandelijkse gebruikers. En ook Vlaanderen TikTokt vrolijk mee. En het blijft niet bij Jacques Vermeire alleen, want ook de wedstrijd lijkt helemaal in de ban van TikTok. Van MR-voorzitter Georges-Louis Boucher. Over Bart Tommelijn. Tot Elio Di Rupo. Voorlopig niet overtuigd is Amerikaans president Donald Trump. Integendeel zelfs.
We're looking at TikTok. We may be banning TikTok. We may be doing some other things. There are a couple of options, but a lot of things are happening. So we'll see what happens. But we are looking at a lot of alternatives with respect to TikTok. Would you recommend that people download that app on their phones tonight, tomorrow, anytime currently? Only if you want your private information in the hands of the Chinese Communist Party. China, daar draait het dus allemaal om. Want TikTok is onderdeel van ByteDance, een technologiebedrijf dat gespecialiseerd is in kunstmatige intelligentie. En dat doet vragen reizen. Dus op basis van de informatie die zij verzamelen, maken zij een profiel van jou. Dus dat kan op je locatie zijn, dat kan zijn wat je leeftijd ongeveer is, of je man of vrouw bent. En op dat en veel meer andere kenmerken, dus bijvoorbeeld ook wat je vrienden leuk vinden, maken zij een For You pagina. Want op die manier bieden zij jou de content aan die jij graag wil zien en blijf je dus langer gebruik maken van de app. Sanne Maasakkers is beveiligingsexpert en ging de afgelopen weken zelf op zoek naar een antwoord op de vraag hoeveel TikTok nu eigenlijk weet over ons. Allereerst heb ik twee telefoons gebruikt daarvoor, een iPhone en een Android-telefoon. En die iPhone die had een jailbreak, dus dat betekent dat er een versie op stond die gekraakt was, waardoor je eigenlijk meer met de app kan doen dan een normale gebruiker. En dat is hetzelfde voor Android. En op die manier kun je dus eigenlijk met je laptop tussen de applicatie en tussen de servers van TikTok inzitten, zodat je precies kan zien wat er van de app naar de servers van TikTok gaat, maar ook andersom, wat de server vervolgens weer terugstuurt. En die data is dus geanalyseerd om te kijken, oké, wat voor informatie gaat er nou eigenlijk over en weer? En daarin kun je dus zien dat er iedere 30 seconden informatie van jouw gebruik, van jouw telefoon, naar de servers van TikTok ging. En dat is best veel. Maar vergis u niet, ook andere sociale netwerken weten veel over ons. Het grote verschil, die zijn meestal niet in handen van een Chinees bedrijf. Je hebt natuurlijk Facebook. Onder Facebook vallen Facebook zelf, Instagram en WhatsApp. Dus die hebben met die drie apps ook best wel een goed beeld van je. Ik denk dat hier echt de discussie is van oké, willen wij dat er informatie, en in dit geval van Amerikaanse burgers, bij een Chinees bedrijf terechtkomen. Want in dat geval heeft China dus informatie over Amerikaanse burgers en zouden ze dat in kunnen zetten op een manier. We roepen de Chinese mensen, om te luisteren naar de internationale samenleving. Om de wereldmarkt in de Amerikaanse te geven, te geven, een open, eerlijk, rechtvaardig en niet-discriminatieve 停止滥用国家安全概念，推行歧视、排他政策。 Een kwestie van nationale veiligheid of toch vooral Amerikaans protectionisme. Wie zal het zeggen? We are looking at a lot of alternatives with respect to TikTok. De hele discussie is in elk geval goed nieuws voor Microsoft. Want het Amerikaanse technologiebedrijf is volop in gesprek om een deel van TikTok over te nemen. En dat onder toeziend oog van president Trump. I don't mind if, whether it's Microsoft or somebody else, a big company, a secure company, very, very American company, buy it. It's probably easier to buy the whole thing than to buy 30% of it. Because I say, how do you do 30%? Who's going to get the name? The name is hot. The brand is hot. And who's going to get the name? How do you do that if it's owned by two different companies? So my personal opinion was, you're probably better off buying the whole thing. The deadline is 15 September. En voor wie niet kan wachten, is er nog deze goede raad. Je kan daarnaast nog een aantal dingen doen om de app iets veiliger te gebruiken. Dat is bijvoorbeeld als je de app installeert, vraagt hij om permissie om bij je camera te komen, bij je microfoon te komen en bij je locatie. Want anders kan je niet zomaar filmpjes opnemen. Dus wanneer je alleen filmpjes kijkt in plaats van ook opneemt, zet deze permissies dan uit, zodat de app daar niet bij kan. Maar wees je er vooral bewust van dat een Chinees bedrijf die informatie van je verzamelt en dat er eventuele consequenties aan kunnen vastzitten als jij bijvoorbeeld dingen liked of deelt die zij niet leuk vinden. Afgelopen weekend zijn de solden, de koopjes, begonnen in Mineur. Solo shoppen tegen de klok is het in coronatijden. De kleding- en mode-industrie bloeden, maar blijven niet bij de pakken zitten. Van hoog tot laag gaat de modewereld op zoek naar digitale en duurzame manieren om kleren aan de man en vrouw te brengen. En zo, wie weet, de hele industrie definitief in een andere plooi te leggen. Kathleen Aars en Dominique de Graaf. Je
Geen grote modeshows deze zomer, met dank aan corona. En dus trekken ontwerpers zoals Walter van Beirendonk bijvoorbeeld de virtuele kaart om hun nieuwe collecties te presenteren. En ook Edouard Vermeulen, ontwerper van het luxe merk Nathan, gaat voor het eerst virtueel. We waren in Parijs, ik zei, dat zijn mijn duurste seconden. Als je op zo'n catwalk moet mee, misschien met 120 mannen werken tussen de mannequins, maquilleur, de verlichting, alles, de huur en de personeel. En dat kost zot van geld. En ik zeg, ja, 120.000 euro voor 5 minuutjes, dat kunnen we zeker niet meer doen. Ik denk dat er, ja, het zijn ook vele positieve kanten in de evolutie. De grote modeshows zijn niet alleen duur, maar ook erg vervuilend. Want om de collecties wereldwijd te presenteren, vliegt de hele modekaravaan de wereld rond en sommige segmenten pakken uit met veel collecties. Dat we de luxehuizen als voorbeeld nemen, die maken makkelijk 6 collecties per seizoen. Dus er wordt enorm veel geproduceerd en wordt ook in een hels ritme ook op de markt gebracht. Door corona is iedereen noodgedwongen trager gaan leven. Verschillende onafhankelijke ontwerpers grijpen de crisis nu aan om de aanpak binnen de mode-industrie te veranderen. Iets waar de Antwerpse modeontwerper Dries van Noten eerder dit jaar al toe opriep in een open brief. We zijn natuurlijk heel bewust ook dat de mode echt een heel vervuilende industrie is en ook heel zware voetafdruk heeft. En vandaar dat heel veel ontwerpers die ik ken ook al aan het herdenken zijn de laatste jaren. Wat het er beter is of wat er beter kan. Produceren in Europa is nog altijd beter dan te produceren in China of in India. Dus die dingen zijn ook allemaal jarenlang aan het groeien. En dit is nu met de crisis die gekomen is echt een beetje de druppel die de emmer laat overlopen. Dat er plots natuurlijk wordt nagedacht en ook beseft wordt dat er vaak heel veel fouten zijn gemaakt. Ook grotere ketens beseffen dat er nood is aan verandering. JBC, goed voor 125 winkels in België, Luxemburg en Duitsland, beperkt zich per jaar al tot 2 collecties, maar verspreidt die geleidelijk aan over zijn winkels. Op die manier komen er bijna wekelijks nieuwe stuks binnen. Zelf probeert het zijn kledingvoorraden zo goed mogelijk te beperken om overschotten te vermijden. Ik denk, je hebt kledingoverschotten die je zelf creëert omdat je te veel koopt. Wat wij doen is een aanzienlijk deel op korte termijn kopen. Dat wil dus zeggen, als we beter presteren dan we verwacht hadden of gebudgeteerd hadden, dan gaan we meer op korte termijn kopen. Zien we dat we een bepaalde maand wat minder presteren, ja, dan gaan we die korte termijn niet invullen. En zo gaan wij ons voorraad constant managen en er ook voor zorgen dat we niet te veel voorraad hebben. Een tweede stuk voorraad wat er ligt, vind ik, is bij de consument. Die heel snel wisselt en die zijn kledingkast opruimt en dan heel snel gaat wegbrengen naar de afvalcontainers of om te recycleren of zo. En daar ligt voor mij ook een uitdaging, dat de consument terug happy is om een kledingstuk meer als 1 seizoen toch aan te doen. Daar kunnen wij een rol in spelen. Maar niet iedereen doet mee. Naast het luxe segment brengen grote internationale ketens zoals H&M, Zara of Primark in snel tempo nieuwe collecties uit. We hebben het dan over de fast fashion. De kleding wordt op grote schaal geproduceerd, is vaak van lage kwaliteit, maar ook zeer goedkoop en dus aantrekkelijk voor de consument. Dat is natuurlijk het probleem, want uiteindelijk fast fashion moet ook goedkoop zijn. En dat is iets wat met een duurzaam product natuurlijk niet makkelijk is. En dat is net ook waar dat nu ook wordt op ingezet door onafhankelijke ontwerpers. Er wordt gewerkt op een beter product, op een duurzamer product. Een product dat langer meegaat, dat minder seizoensgebonden is. En dat is net natuurlijk wat fast fashion niet kan bieden. Dus daar zitten we toch met een probleem ook. En er is niet alleen de vraag om het ritme te vertragen, maar ook aan te passen aan het huidige koopgedrag. Door corona verhuist de koopjesperiode in ons land uitzonderlijk naar begin augustus. Zo krijgen kledingwinkels langer de kans om hun waren voor de volle prijs te verkopen. Een deel van de industrie wil die datum nu behouden en de winterkoopjes van begin januari naar februari verhuizen. Als ik jong was, ging ik met mijn ouders naar de winkel in augustus. En dan kochten we een winterjas en die moest dan goed ruim gekocht worden, want daar moest ik zeker 2 jaar mee toekomen. Dat is vandaag niet meer. Dus die consument zegt, ik koop mijn jas als het koud is en als ik merk dat mijn kind eentje nodig heeft. Dan is het voor mij ook maar correct dat je op het moment dat het koud is, dat je je winterjas kan verkopen aan de prijs die het nodig heeft. En dat je niet gaat zeggen op 1 januari of 2 januari, ja, ik ga nu al alle jassen in de uitverkoop doen. En datzelfde voor de zomer.
Edouard Vermeulen gaat zelfs nog een stap verder. Hij wil een groter deel van zijn collectie tijdloos maken, zodat die stuks aan het einde van het seizoen niet in de uitverkoop moeten. Ik heb ook besloten van minder te solderen. Ik zeg nee, we moeten gaan naar items dat we zeggen die blijven tijdloos. Ik zeg waarom mag geen 30% van seizoen tot seizoen doorlopen en ze moeten meer bewust zijn van al wat er gaat moeten veranderen in onze wereld. Uiteindelijk is altijd het geld dat toch heel erg dominant aanwezig is in de manier van denken. En ik denk dat daar eerst ook een klik moet gemaakt worden door heel veel mensen die toch een beetje minder gulzig moeten gulzig zijn. En ja, ook hun mentaliteit en hun manier van denken zouden moeten aanpassen. Voor alle duidelijkheid nog even meegeven dat de beelden van de winkelende mensen zijn opgenomen toen mondmaskers nog niet verplicht waren tijdens het winkelen. Daarmee hebt u heel de zaken gehad. Sandra Korstjes die vat zo meteen de laatste etappe aan van haar reis door het Amazonegebied. Ze is in Peru beland, waar indianenstammen die geen contact willen met de moderne wereld bedreigd worden door houtkappers en drugsmokkelaars. Ik wens u nog een heel interessante avond hier bij Canvas. Tot morgen. Just, I felt so angry. Angry!